De minister gaat mij niet bedreigen, intimideren of bang maken. Woorden van bisschop Steve Meijer op een waarschuwing van gezondheidsminister Amar Ramadan. De bewindsman vertelde zaterdag tijdens een Zoom-persconferentie dat hij genoodzaakt zal zijn om maatregelen te treffen tegen personen die zich bezighouden met het ondermijnen van de door de regering uitgevoerde vaccinatiecampagne. Meijer zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat hij helemaal niet tegen het vaccineren is. Op de eerste plaats, ik ben geen antivaxer. Ik ben niet tegen vaccinatie, helemaal niet. Want anders zou ik niet zijn gevaccineerd voor gele koorts. Een besluit dat ik heb gemaakt uit mezelf. Ja. Op de tweede plaats, ik heb nooit gezegd dat vaccinatie niet goed is. En dat mensen dus zich niet moeten vaccineren. Dat heb ik nooit gezegd. Het enige waarvoor ik heb gewaarschuwd vanaf het begin, reeds eind vorig jaar, is dat dit spul, wat men noemt een vaccin, dat dit spul duidelijk geen vaccin nog is. Meijer stelt dat hij alleen tegen het opdringen van de vaccinatiecampagne is en dat het zijn volste recht is om te protesteren. De geestelijke leider zegt goed op de hoogte te zijn van wet- en rechtshandhaving en dat de grondwet nog steeds boven alle wetten staat. Mogelijke juridische stappen tegen de bewindsman zijn dan ook niet uitgesloten. Ik ken mijn rechten, ik ken de wet, de grondwet van Suriname, waar het staat in hoofdstuk 5, artikel 18, dat ik vrije meningsuiting heb. Ik ken de verklaring, de universele verklaring van de rechten van de mens internationaal, die Suriname ook heeft geratificeerd, waar duidelijk staat dat men niet aan mijn grondrechten mag komen. Dus als de minister denkt dat hij mij gaat bedreigen of gaat intimideren, let him bring it on. Ja. En hij gaat ontdekken wie bisschop Steve Meijer is in deze natie Suriname. Dat wil ik gewoon zo met de brede kant van mijn mond zeggen. Deze jongen weet niet met wie hij is begonnen. Meijer merkt op dat hij ervan overtuigd is dat hij niet verkeerd bezig is en zegt dat elk individu vrij is om onderzoek te doen over het COVID-19 vaccin en alles daaromheen.